Welkom bij deze kennisclips van apps in het onderwijs. In deze kennisclips gaan we kijken naar hoe je apps kunt gebruiken voor de werkvorm brainstormen. Dus als je met studenten aan de slag gaat om te brainstormen over een bepaald onderwerp. Um, ja, waarom zou je eigenlijk brainstormen in de les uh, en daar apps bij gebruiken? Je kunt natuurlijk ook gewoon een vel gebruiken, of uh, uh, stickertjes, of pen en papier. Ja, er zijn wel redenen om uh, daar apps voor te gebruiken. Het is natuurlijk snel en gemakkelijk. Hè. Je hebt geen materialen nodig, uh, alleen maar telefoons en een internetverbinding. Nou, de meeste studenten hebben natuurlijk allemaal een smartphone. Uh, je kunt de resultaten digitaal opslaan van een, uh, van een brainstorm als je apps gebruikt, zodat je die later kunt terugbekijken of kunt delen via bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving. En uh, studenten, maar ook docenten vinden het natuurlijk hartstikke leuk uh, om smartphones of uh, tablets of dat soort dingen te kunnen gebruiken tijdens een, uh, een werkvorm. En dat speelt natuurlijk ook mee. Dus het is niet zo dat het, dat het heel erg anders is als je papier zou gebruiken. Maar het maakt het misschien wel leuk als je gaat brainstormen en daarbij een app of een smartphone kunt, uh, kunt gebruiken. Nou, welke apps gaan we in dit voorbeeld bekijken? Nou, dat zijn er eigenlijk uh, twee. Er zijn natuurlijk veel meer apps waarmee je kunt brainstormen. Maar de, ik pak hierbij twee bekenden. Dat zijn SoCreative en Padlet. Uh, beide verschillen een beetje in wat ze kunnen. Maar we gaan in deze kennisclip kijken hoe je met beide apps zou, zou kunnen, kunnen brainstormen. Nou, om dat te doen ga ik, schakel ik nu over naar SoCreative. Uh, op mijn scherm, dat ga, je, dat ga je zo voor je zien. Daar ga ik op inloggen en dan ga ik een, een werkvorm aanmaken. Die we dan tijdens een brainstorm sessie uh, kunnen, kunnen gebruiken. Um, Goed, daar heb je dus wel een account voor nodig voor Socrative. Wat heb je nog meer nodig? Dat is gelukkig niet zo heel veel. Als docent heb je in ieder geval een computer nodig um, waar je kunt, internet op kunt, die op een beamer is aangesloten. En bij voorkeur is dat. Uh, niet een heel oude computer, omdat je wel een moderne browser nodig hebt. Dus niet een hele oude versie van Internet Explorer, omdat je dan zult merken dat sommige dingen in Socrative of in Padlet niet goed, uh, goed werken. Dus gebruiken gebruik je een uh, wat modernere computer waar bijvoorbeeld Firefox of Chrome uh, als browser op uh, draait. Uh, als je niet zeker weet of, dat, uh, of jouw pc in je leslokaal daaraan voldoet, uh, vraag dan een uh, uh, systeembeheerder. Uh, de studenten hebben ook niet veel nodig. Dat zijn eigenlijk gewoon een smartphone, tablet of laptop. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Als ze er ook maar mee op internet kunnen, dat, dat mag via wifi, maar dat mag ook via de 3G-verbinding van een smartphone zijn. Dat maakt verder niet uit. Als ze met hun apparaat maar op het internet kunnen, dan, uh, dan is dat voldoende uh, zo. Goed, nou, ik ga zo schakelen naar Subkrediv. Dat doe ik dus uh, als docent, zodat we kunnen kijken hoe je daarmee uh, aan de slag uh, kunt, uh, kunt gaan. Dus ik minimaliseer deze presentatie eventjes. En dan schakel ik over uh, naar uh, um, mijn uh, socrative scherm toe. Goed, Socrative. dat is te bereiken via socrative.com. Nogmaals, het is, het is, ik heb het hier over apps, maar het is eigenlijk niet echt een app omdat je er niks voor hoeft te installeren op je smartphone. Dus je hoeft niet naar de App Store te gaan en daar een app voor down te laden. Je, je gaat er op je computer toe via www.socratif.com en dan klik je op Teacher Login. En op je smartphone kun je rechtstreeks naar die teacher login scherm gaan door te gaan naar t.socredit.com op je smartphone. Dan ga je rechtstreeks naar dat scherm, maar dat kan ook gewoon via uh, dit scherm gaan. Denk er even aan dat je wel een account moet hebben. Als je dat nog niet gedaan uh, hebt, als je nog geen account op SoCredit hebt, kun je er gratis een aanmaken via de knop Teacher Sign Up. Goed, ik ga even inloggen. Dan krijg je dit scherm. Je logt in met je uh, e-mailadres waarmee je account is aangemaakt. En natuurlijk het uh, bijbehorende wachtwoord. En dan klik je op login. En dan kom je in dit scherm terecht. Uh, normaal gesproken wordt SoCredit veel gebruikt voor het uh, uh, ja, voor toetsen van vragen tijdens een, een uh, les bijvoorbeeld. Of tijdens een hoorcollege. En daar vind je ook hier verschillende opties uh, voor. Uh, dus ik kan meer keuzevragen uh, uh, bijvoorbeeld op mijn PowerPoint dia hebben. Uh, ...waar de, de leerlingen of de studenten dan op kunnen stemmen via een smartphone... ...zodat je een grafiek in beeld uh, te zien krijgt op je beamer. Uh, daar gaan we het natuurlijk nu niet voor gebruiken, want we gaan brainstormen met studenten. Dus we hebben, we hebben de multiple choice of de true-false uh, vragen niet nodig. In plaats daarvan klikken we dadelijk op short answer. Voordat ik dat ga doen, wil ik je nog even wijzen op het room number dat je hebt. Dit is wat je de studenten moet geven straks. Als zij gaan inloggen op uh, jouw uh, short answer vragen, dan hebben ze dit nummer nodig. Dat staat straks ook nog in beeld, dus... Nu wijs ik hier alleen maar even op. Uh, straks hebben we dat nummer echt nodig. Nou, ik klik op short answer in Socrative. Uh, dan kan ik hier de vraag invoeren. Nou, stel voor dat ik met mijn studenten van de leraaropleiding ga brainstormen over didactiek. En ik wil dat ze een woord, uh, uh, woorden bedenken waarbij ze aan denken bij het onderwerp didactiek. Uh, dus dan voer ik dat ongeveer als vraag in en bij het onderwerp didactiek. Nou, het hoeft, overigens hoef je niet per se de vraag in te voeren. Je kan het ook gewoon leeg laten als je de vraag mondeling stelt. Maar voor nu vul ik het wel eventjes in. Um, ik wil met mijn studenten brainstormen. Dus het maakt mij niet uit hoe vaak een student een bepaald woord uh, uh, aangeeft. Dat kan dus meerdere keren via unlimited student responses. Dus dat vind ik ook aan. Dat betekent dus dat een student meerdere keren een, uh, een antwoord kan, uh, kan insturen of een, uh, een onderwerp kan aandragen. En ik vind het niet belangrijk dat mijn studenten hun naam opgeven. Uh, dus ik laat hem op uh, Anonymous staan. Nou, vervolgens start ik de activiteit. En dan ga ik naar dit scherm. En dit laat je ook op je beamer zien, want hier uh, verschijnen dan de antwoorden die de studenten via hun smartphone, uh, tablet of laptop gaan, uh, gaan insturen. Je ziet hier nogmaals het roomnummer staan. Dit is wat je de studenten moet vertellen. Wat ik nu ga doen is ik ga laten zien wat uh, de student moet doen op, op, uh, met zijn smartphone bijvoorbeeld. Dus ik ga even een scherm van een iPhone laten zien. En daar laat zien wat de student nu vervolgens gaat doen, nu je de activiteit uh, hebt gestart. Denk eraan onze roomnummer is 8799. En daar gaan de studenten dus op inloggen. Dus ik ga dit scherm even minimaliseren. En dan ga ik naar mijn iPhone toe. Ik zal dit scherm ook even minimaliseren. En dan zie ik het scherm van mijn iPhone in beeld. De student die gaat met zijn smartphone naar m.socredit.com. Enter. Nou, dan krijgt hij dit scherm te zien op zijn smartphone. En dan moet hij het roomnummer invullen en dat was dus 8799. Nou, dan drukt hij op zijn iPhone op de knop Join Room. Nou, dan wordt, eh, verschijnt meteen een schermpje waarin hij onderwerpen kan intypen. Nou, stel je voor dat ik eh, als student denk aan het onderwerp eh, ICT bij Didactiek, dan typ ik dat in en dan druk ik op Submit. En aangezien ik als docent had gezegd van, ja, je mag meerdere antwoorden invullen, euh, dan kan ik dat dus ook doen. Dus ik druk nu op uh, add another answer. En ik ga ook andere dingen uh, uh, aandragen, onderwerpen waar ik bij denk aan bij de didactiek. Dus bijvoorbeeld lesgeven of uh, aan uh, um, reflecteren. Nou ja, je kan heel veel onderwerpen bedenken. En nu schakel ik weer terug naar het docentscherm, wat je dan ook wellicht op je beamer geprojecteerd zult hebben. dan zul je zien dat al die antwoorden in beeld verschijnen. En je ziet er een kruisje achter staan, Als mocht een student nu een grap uithalen en iets opgeven waarvan je denkt van ja, dat wil ik niet continu in mijn scherm hebben staan, dan kun je dat via het kruisje eventueel uh, verwijderen. Uh, dus dat is mogelijk. Uh, nou, dat levert eigenlijk een hele lijst op. Je zult zien dat als studenten de antwoorden gaan inschuren, dat die lijst groter en groter wordt. Als ik daarmee klaar ben en ik wil er bijvoorbeeld gezamenlijk naar gaan kijken, dan kan ik drukken op End Activity. Wat ik ook nog kan doen, is als ik de studenten wil laten stemmen wat zij de belangrijkste onderwerpen vinden, dan kan ik klikken op Vote on Responses. Dat eindigt ook de activiteit in die zin dat studenten geen woorden meer kunnen opgeven. Maar wat er dan gebeurt op de schermen van de telefoons van de studenten is dat ze de lijst te zien krijgen van alle onderwerpen die ze hebben aangedragen en daar kunnen ze dan vervolgens op stemmen. En ze kunnen dan maar op één goed antwoord stemmen of op één onderwerp stemmen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen vragen van nou ja, wat vinden jullie nou de belangrijkste onderwerpen? Dan klik ik vervolgens op vote on responses. Dan krijg ik dit op mijn scherm te zien als docent. Een lijst met alle onderwerpen die zijn aangedragen met daarvoor het getal op hoe vaak erop gestemd is. En als de student krijgt dan dit te zien op zijn scherm. Dus ik ga weer even terug naar de telefoon. Die ziet de onderwerpen staan die zijn aangedragen in de vorm van een knop. En wat de student nu doet, is stemmen op het begrip wat hij het belangrijkst vindt. Het kan natuurlijk zijn eigen antwoord zijn, maar dat kan ook die van de medestudent zijn. Dus stel je voor dat ik ICT het belangrijkste vind. Dan druk ik daarop. En als ik nu terug ga naar het scherm van de docent, dan zie je dat daar een eentje is bijgekomen dat er één keer op gestemd is. Dus dat leeft eigenlijk een soort uh, uh, ja, uh, prioriteitenlijst op van onderwerpen die zijn, uh, zijn aangedragen. En als ik daarmee klaar ben, klik ik op End Activity. Dan heb ik eigenlijk als het ware gebrainstormd met behulp uh, van uh, SoCredit. Um, wil je die, uh, deze lijst eigenlijk later kunnen inzien? Dan is het misschien handig om een report daarvan te downloaden of te laten e-mailen. Zodat je de lijst ook digitaal, die krijg je dan toegestuurd en als een Excel bestand, zodat je die later ook nog ergens kunt publiceren of kunt, uh, kunt plaatsen. Nou, dat is uh, hoe je kunt brainstormen met SoCreative. Dan heb je nog een andere tool waarmee je dat ook zou kunnen. En dat is Padlet. En daar kom je bij via www.padlet.com. Dus ook weer, wederom net als SoCreative, geen app. Maar gewoon eigenlijk een, een website. Die, waarbij het niet uh, uitmaakt met wat voor soort device je uh, daarbij komt. En Padlet, wat Padlet eigenlijk doet, is dat het van je, als je deze, dit projecteert op een beamer, is dat je eigenlijk een soort virtuele muur krijgt waarop de studenten met behulp van hun device virtuele plakketjes kunnen plakken. Die jij dan als docent bijvoorbeeld weer kunt ordenen. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat naar padlet.com, p-a-d-l-e-t.com. En dan, uh, uh, dan kun je eigenlijk al meteen klikken op de knop Build a Wall. Dan krijg je eigenlijk meteen een muur waarop de studenten kunnen inloggen. Ik hoef dus eigenlijk niet eens een account aan te maken. Uh, dat kan wel, dat raad ik ook eigenlijk wel aan. Omdat als je dat uh, niet doet, dan kun je de muur ook niet meer opslaan of later vanaf een andere computer raadplegen. En dat kan, uh, dat kan net vervelend zijn. Dus ik raad wel aan om eerst een account te maken. Ik zal nu voor het gemak even meteen op Build a Wall klikken, zodat we meteen uh, aan uh, de slag kunnen. Nou, eigenlijk ben ik gewoon bijna nu al klaar en kan ik gewoon met de studenten aan de slag gaan, want ik heb nu een virtuele muur en die heeft een adres en dat adres zie je staan en dat geef ik aan mijn studenten dat adres als ze met hun mobiele devices, dus met hun tablet, smartphone of laptop dat adres intypen in de browser van hun apparaat, dan wordt de muur ook geopend en kunnen ze daar plakketjes gaan plakken en dat zal ik dadelijk ook laten zien met de smartphone die in mijn scherm staat straks. Vind je dit adres nu lastig om dat zo te vertellen, dan kun je eventueel via de knop Modify Wall dat adres nog aanpassen via de link Address. Dan kan ik er bijvoorbeeld van maken, Goh, laat ik mijn eigen naam eens proberen, kijk die nog, ja die is beschikbaar. Dus dan maak ik daarvan pick. En dan wordt dat de URL, en dat is natuurlijk iets makkelijker om te vertellen dan zo'n ingewikkelde code. Dus dat kun je eventueel nog doen. Overigens kun je in dit scherm nog meer aanpassen, je kunt een andere achtergrond op je virtuele muur zetten. En er een tekst bij zetten als je dat zou, zou willen. Een titel en een beschrijving. Het is allemaal optioneel, hoeft allemaal niet. Kan, uh, kun je doen om de, de virtuele muur misschien nog net iets aantrekkelijker te maken. Hoe werkt dit nu? Nou, mijn muur heeft dus een adres. Nou, die heb ik net dus veranderd zelf. Wat doet de student? Dat zal ik laten zien op de smartphone. Dus ik minimaliseer het weer eventjes. Dan gaan we even terug naar de smartphone. Daar staat zo creative nog open. Wat ik ga doen, is ik type het adres in van de wall die ik net heb gemaakt. Dus dat is uh, padlet.com. Slash wall. Nou, ik had het internetadres aangepast naar mijn eigen naam. Is Frank Tues. Ik druk op enter en dan wordt die muur geopend op mijn mobiele device. En wat, wat je als student nu doet, dus stel voor dat ik ga ook ga brainstormen over het onderwerp didactiek, dan dubbel tik ik op mijn scherm en dan verschijnt er een plakketje die ik dan vervolgens kan invullen. Dus bijvoorbeeld, uh, daar kan ik mijn naam neerzetten en ik denk bij het onderwerp didactiek bijvoorbeeld aan, uh, ja, aan feedback. Noem maar wat. Nou, als ik dan vervolgens op uh, Enter druk of op de buiten tik, dan wordt dat plakketje geplaatst op de, de virtuele muur. En de overige, mijn medestudenten, maar ook de docent, die dit misschien wel geprojecteerd heeft, die zien dan deze plakketjes ook allemaal. Dus die, uh, die, je ziet dat allemaal live verschijnen, net als net als bij, wat bij Socrative ook gebeuren, zie je dat bij Padlet ook. Alleen dit is iets visueler. En ik kan mijn plakketjes natuurlijk verplaatsen, en ik kan er net als ik kan er ook meerdere maken. Dus ik kan bijvoorbeeld ook zeggen: Van goh, ik denk ook aan, uh, aan bij directiek aan instructie. Onderwerp instructie. Nou, en zo gaat iedereen zijn plakketjes plakken en vers, uh, 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 wordt die muur steeds voller. Ik zal even de muur erbij pakken. Dit is wat de docent uh, ziet. Nou, het kan zijn dat je soms, als je niet de dingen niet meteen ziet, dat je even moet vernieuwen. Maar je ziet de, de, de uh, briefjes verschijnen. En ik als docent, omdat ik de muur heb aangemaakt, kan ook de plakketjes ordenen. Dat kunnen de leerlingen of de studenten zelf niet. Die kunnen alleen hun eigen plakketjes ordenen, maar ik kan ze allemaal ordenen. Zodat je als het ware ook een soort mindmap kan maken van uh, datgene wat er uh, gedaan wordt. Ik kan verder niet stemmen zoals bij SoCredit, of aangeven wat ik het belangrijkste vind. Dit is ongeveer een beetje wat je kunt. Maar je ziet dat het heel erg laagdrempelig is en dat je er ook zelfs niet eens een account voor nodig hebt. Dus je kunt eigenlijk uh, meteen aan de slag met, uh, met deze tool. Nou, dat was het eigenlijk. Dat was eigenlijk een beetje mijn korte kennisclip over uh, het gebruik van, uh, van, van uh, brainstormen met Socrative en Padlet. Uh, heb je nog meer ideeën? Laat het dan uh, even weten in uh, de comment section van deze videoclip. Dankjewel.